Nou, dan, dat was eigenlijk de bedoeling, hè? Dat jullie enthousiast gemaakt wordt, dat je ook wat leert op, dat je daar op allerlei manieren met beeldende kunst bezig kunt zijn. Je hebt niet alleen geschilderd. We hebben dus in begin juni van het vorig jaar hebben we dus de Rembrandtschildertjes 2016. Dus dat is een grote, moet je zeggen, tekenschildermanifestatie. Op het Rembrandt Festival, Rembrandt Fiesta. En daar staan wij dan met 4 tenten met een aantal kinderen. Dit jaar waren er dat ongeveer 40. Die maken dan een werk op een thema, dat is dan geëxposeerd in november in het stadhuis. En 14 van de meest talentvolle kinderen, die hebben we eruit gepikt. En die hebben we dan, dat is voor de tweede keer nu, die geven we dan de kans om wat intensiever en wat langer met beeldende kunst bezig te zijn. En binnenkort op het Rembrandt Fiesta, dan komt er een nieuwe lichting? Ja, dat was de bedoeling. Alleen dit jaar kunnen we dat niet doen. Want Mariette Weersink, dat is de coördinator van de stichting, die is 2 maanden geleden is die, ziek geworden. Dus wij konden niet de werving naar de scholen doen. Rembrandt Fiesta, dat gaan we missen dit jaar. Maar we zullen alles in het werk stellen om zo snel mogelijk met een vervolg te komen. Dus op deze manier zijn wij in staat om heel laagdrempelig kinderen enthousiast te maken voor beeldende kunst. En ja, het resultaat van vandaag, die werken van die talentenklas, die hebben hier dus nu een cursus van 10 weken gehad. 10 weken, 1,5 uur per week op de kunstenschool Kaliber. En vandaag worden hier dan hun eindwerken geëxposeerd. Ze hebben natuurlijk veel meer gedaan. Janke Nieboer, dat is de begeleidende docenten, die is op dit moment bezig om alle mappen met tekeningen en schilderstukken die ze in die 10 lessen hebben gemaakt, om die uit te delen, de kinderen mogen.